Op woensdag 21 augustus organiseerde Oranje Vereniging Juliana uit Genderen en de Altena Roodrunners de 33e editie van de Stratenloop in Genderen. Er waren veel lopers uit de regio, maar ook van ver buiten de gemeente Altena waren er lopers gekomen die meededen aan deze ronde. Voor de jeugd tot en met 7 jaar, 8 en 9 jaar, 10 en 11 jaar en 12 tot en met 15 jaar waren een aparte afstanden te lopen. Die afstanden waren afgestemd op de leeftijd van de lopers. Vervolgens was er een prestatieloop van 5 Engelse mijlen. Dit is ongeveer 8 kilometer. De route liep door en rond Genderen. Als eerste het dorp uit en over de tol. Vervolgens liepen de lopers over de Hoofd- en Kerkstraat het dorp weer in. Deze ronde moesten de lopers 2 maal lopen. De snelste bij de mannen was Stan Schipper uit Dussen. De snelste vrouw was Nicky Baggers uit Loon op Zand. Er was ook een aparte prijs voor de snelste man en vrouw uit Genderen. Nemi Rosemond en Verena Gielis waren deze snelste man en vrouw. De volledige uitslag is terug te vinden op altenaroodcircuit.nl.